Boslandbouw moet verder ontwikkeld worden in Suriname. Vooral omdat deze vorm van landbouw ervoor zorgt dat er minder bomen omgehakt hoeven te worden om de grond te beplanten. Woorden van Rudy van Kanten, directeur van de organisatie Tropenbos Suriname. Hij sprak ons gisteren bij de afsluiting van het project Duurzaam Bosbeheer Dorpsgemeenschappen. Hoe kan je eigenlijk vooral bij de gemeenschapsbossen het bos in een betere staat achterlaten? En trouwens, in het verleden hebben we de code of practice, dus de regels hoe je aan duurzaam bosbouw doet, hebben we samen ontwikkeld met SBB. En wat gaat er dus verder gebeuren met dit project? Dit project, het is tweedelig. Wat Bronsweg en omgeving betreft, willen wij ons als Tropenbos Suriname samen natuurlijk met partners gaan richten op het verder ontwikkelen van agroforestry. Dat is trouwens mijn eigen specialiteit. En ik ben er echt van overtuigd dat voor dit gebied waar je toch veel mijnbouw ziet, je ziet ook veel houtkap, daar is agroforestry echt de oplossing. Van Kanten benadrukt dat de autoriteiten en de belanghebbende natuurorganisaties erop moeten toezien dat kaalkap voorkomen wordt. Indien dat toch gebeurt, moet er aan herbeplanting gedaan worden om te voorkomen dat het ecosysteem ontregeld wordt. En voor wat betreft Biggie Poika, dat is een voorbeeld dorp hoe je wel goed met gemeenschapsbosbouw kan omgaan. Dus we proberen twee andere dorpen in Para, namelijk Mata en Kasipora, ook mee te nemen voor een vervolgtraject. Rudy van Kanten, hij zegt dat er in de dorpen speciale stukken land zijn ingericht die gebruikt worden voor observatie en onderzoek. Hij noemt dit uniek voor Suriname, omdat er op deze manier data wordt verzameld die kan bijdragen aan advies aan de autoriteiten en milieuorganisaties. De projectleider Gianni Rasapsek zegt dat het project nodig was omdat de druk op de gemeenschapsbossen steeds zwaarder wordt.